Hallo? Ja. Okay. Goedemiddag allemaal. Ik wacht even op het signaal van de heren of ik al... Ja. Nou, welkom allemaal in Rijksmuseum Boerhaven. We hebben vanmiddag een heugelijke bijeenkomst, omdat we dit mooie boekje geschonken hebben. We zitten hier met ongeveer een kwart van de mensen die we normaliter kunnen ontvangen. Maar daarom niet getreurd, want er zitten thuis ook een heel aantal mensen achter de computer of buis gekluisterd. Dus ook welkom aan die mensen. We gaan proberen het zo goed mogelijk voor hier en thuis volgbaar te maken. U zult misschien wel af en toe wat... een beetje krampachtigheid van mij of van de spreker zien, maar dat ligt eraan dat we proberen het voor beide partijen zo aangenaam mogelijk te maken. U zult mij ook met een mobieltje in de hand zien af en toe. Ik hoop dat u allemaal uw mobieltjes op mute hebt staan, dat zal ik ook doen. Thuis hoeft dat natuurlijk niet, want die horen toch niet. Maar ik kijk in mijn telefoon af en toe om de chat te volgen. Bij de thuiskijkers, die hebben een chatfunctie en daar kunnen ze vragen stellen. En die worden, als het korte vragen zijn, al gelijk beantwoord. En anders worden die na de eerste spreker beantwoord. Er zijn vandaag twee sprekers. De eerste is Erik Jorink, de tweede Tim Huisman. Na elk verhaal hebben we een minuut of 10 de tijd om een paar vragen te stellen. En die zal ik af. Ik zal u uit de zaal de gelegenheid geven om vragen te geven. Maar ook zal ik de vragen die de mensen thuis hebben en in de chat gezet hebben, die zal ik dan even aan de sprekers vragen. Nou, ik hoop dat dat allemaal duidelijk is. Ik ben overigens Hans Hooijmaijers, ik ben hier hoofd collecties. En ik ben heel blij dat we dit mooie boekje hebben gekregen van Jan Zwammerdam. Daar zal Tim straks wat meer over vertellen. Maar ik wil eerst beginnen met de aankondiging van de eerste spreker, Erik Jorink. Hij is Tijlers hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en onderzoeker aan het Huygens ING, een KNW-instituut. Hij heeft het mooie boek Boek der Nature geschreven, en een boek met CK natuurlijk. En hij is een autoriteit op Jan Zwammerdam. Dus Erik, graag het woord aan jou. Ben ik voor iedereen verstaanbaar zo? Ja, heel mooi. Dames en heren, het is mijn buitengewoon groot genoegen om hier vanmiddag voor u te mogen optreden. En het is me nog veel groter genoegen om iets te kunnen vertellen over Johannes Zwammerdam, waarvan Museum Boerhaven, zoals u begrepen heeft, een exemplaar van een buitengewoon belangrijk werk cadeau heeft gekregen. Het nieuws bereikt mij een tijdje terug. Tim Huisman, die u vanmiddag nog gaat horen, de conservator, die belde mij op een gegeven moment. Die zei van, we hebben een schenking gekregen. En dit is wat op de website staat. Nieuwe aanwinst, de wetenschappelijke beginselverklaring uit de 17e eeuw. En zoals Tim al in het mooie intro aangeeft, een museum wil natuurlijk zoveel mogelijk spulletjes hebben. Zoveel mogelijk boeken. En in dit geval van het Rijksmuseum Boerhaven op het gebied van de natuurwetenschap in de 17e eeuw. Maar in dit geval is het niet gewoon hebben om het hebben, maar hebben omdat het om een cruciale publicatie gaat uit de geschiedenis van de bestudering van de natuur. Ik zeg expres niet natuurwetenschappen, maar de wetenschap van de natuur. En omdat Museum Boerhaven eigenlijk een fantastische plek is om zo'n boek te hebben. Men heeft hier veel van Zwammerdam, behalve deze cruciale publicatie, die ontbrak nog. En Museum Boerhaven is natuurlijk wereldberoemd vanwege die andere microscopist die u allemaal wel kent waarschijnlijk, Antonie van Leeuwenhoek. De
T van mijn verhaal gaat een beetje zijn vanmiddag. Van iedereen kent Antonie van Leeuwenhoek. Vrijwel niemand kent Johannes Swammerdam. En ik ga wat vanmiddag expres voor de sake of the argument wat lelijke dingen over van Leeuwenhoek zeggen. Zodat Swammerdam uit de schaduw komt, zoals de titel van mijn lezing al is. Zodat u een beetje een idee heeft waarom dit boek zo belangrijk is en waarom het ook dit de perfecte plek is om dat boek in de collectie te hebben. Even heel kort, ik ga daar zo meteen nog even verder op terugkomen. Iedereen kent dus van Leeuwenhoek. Ik heb gisteren nog even een check gedaan in de leerboeken van mijn schoolgaande kinderen. En daar staat het zo voor in. Antonie van Leeuwenhoek is de uitvinder van de microscoop. Dit is onzin. Dit kunt u alvast even... U kunt de rest van mijn verhaal vergeten, maar dit is alvast even de take-home message. Van Leeuwenhoek is heel bekend geworden door zijn microscopische ontdekkingen. Om een aantal redenen. Eén daarvan is, als u onder de namen kijkt, dan ziet u ook de leeftijden. En u ziet dat Van Leeuwenhoek aanzienlijk veel ouder is geworden dan Swammerdam. Dat speelde niet in het voordeel van Swammerdam, kan ik u verzekeren. Van Swammerdam weten we niet hoe hij eruit zag. Van Leeuwenhoek deed heel erg aan PR, zouden wij zeggen. Self-fashioning heet dat in de hedendaagse wetenschapshistorische terminologie. En er zijn gemeenschappelijke dingen die ze deelden, maar er zijn ook dingen die ze anders deden. En daar wil ik het heel kort nu even over hebben. En in de rest van mijn verhaal kom ik daar even op terug. Beide gebruikten een microscoop. U kunt op de slide hier zien, dit is het bekende voorbeeld natuurlijk, de Van Leeuwenhoek microscoop. Hij moet er honderden gehad hebben. Er zijn er een beperkt aantal van bewaard gebleven waarvan, ik kijk me even vragen naar een stuk of 14 geloof ik dat er bekend zijn, waarvan het overgrote deel hier in Museum Boerhaven te zien is. Swammerdam gebruikte eerder eenzelfde soort microscoop, waarvan u hier een tekeningetje ziet, maar die niet wezenlijk verschilde van het exemplaar waar Van Leeuwenhoek zijn faam aan te danken heeft. Dat zijn overeenkomsten. Ze bekeken door die microscopen microleven. Swammerdam focuste zich met name op de wereld van de insecten. En als ik het wat oneerbiedig mag uitdrukken, Van Leeuwenhoek die bekeek alles wat hij in zijn regenton vond, waar mensen mee kwamen aanzetten, wat hij zelf interessant vond en in het meest extreme geval waar hij wat hij tussen zijn tenen aantrof. En dat leidt mij tot het weervolgende onderscheid tussen beiden. Swammerdam werkte vanuit een heel strak filosofisch kader. Van Leeuwenhoek was een beetje een, iemand die zich toch wel liet leiden door zijn eigen nieuwsgierigheid, die niet altijd even gericht was. En Van Leeuwenhoek publiceerde brieven. Van Leeuwenhoek heeft nooit een systematisch betoog afgeleverd, maar die beschreef in brieven, en je ziet hier een voorbeeldje van een originele brief van Van Leeuwenhoek, beschreef hij, gisteren zat ik te kijken en wat zag ik, blablabla. Dan komt er een heel verhaal van wat hij in zijn regenton of in de ingewanden van een insect of in een stukje kurk wat hij toevallig bij de hand had, wat hij zag. Die brieven die werden gepubliceerd in de Philosophical Transactions of the Royal Society. Het eerste en verreweg het meest belangrijke wetenschappelijke tijdschrift ter wereld. En dat kreeg dus meteen een enorme impact. Verreweg het meeste impact, er zijn heel veel dingen die Van Leeuwenhoek ontdekt heeft, verreweg het meeste impact had dit, 1676, de ontdekking van de spermatozoa. Van Leeuwenhoek die heeft dus bijna een halve eeuw met grote regelmaat brieven gestuurd naar de Royal Society. Swammerdam heeft een paar boeken gepubliceerd waarvan de Historia Generalis Exceptorum, waar wij dus nu hier daar dat mooie exemplaar van hebben, het belangrijkste van is. En tot aan zijn dood in 1680 gestaag doorgewerkt aan een alomvattend werk, wat een
eindeloze uitbreiding was van de beginselverklaring die in de In Sectorum Generalis werd gegeven. En die is pas een halve eeuw, 60 jaar na zijn dood, gepubliceerd in 1737. Toen was Van Leeuwenhoek dood, maar nog niet vergeten. Maar die had al eigenlijk het hele terrein, om het zo te zeggen, voor een halve eeuw gedomineerd. En Swammerdams magistrale werk kwam eigenlijk een beetje als mosterd naar de maaltijd. Wat ik zei, hier hebben we het exemplaar uit de Leidse UB, waar ik zo meteen nog iets meer over ga vertellen. En dit is het posthume werk, wat dus het grote werk, zoals Swammerdam dat zelf betitelde, wat dus bijna 60 jaar na zijn dood hier in Leiden gepubliceerd is. Waarin eigenlijk dus met een vertraging van ruim een halve eeuw het alomvattende synthetische werk in het licht gegeven werd. Neem nota van het feit dat hier de auteur Jan Swammerdam wordt genoemd. Ik zal even kijken of ik dat met de pointer kan highlighten. Hoppakee, u ziet het daar. Jan Swammerdam. De uitgever, degene die dat met heel veel zorg heeft dat het uiteindelijk verschenen is, is Herman Boerhaave. Nou, we zijn hier in Museum Boerhaave, dus we zijn allemaal ook daarom schatplichtig aan Boerhaave, omdat nu Swammerdam hier, wat eigenlijk een soort, je zou Swammerdam een beetje een adoptief kind van Boerhaave kunnen noemen. En Boerhaave heeft niet alleen dat werk uitgegeven, maar die heeft ook aan het begin van het boek een Leven van den Schrijver gepubliceerd, wat eigenlijk het eerste biografische overzicht van het veelbewogen leven van Swammerdam was. Nou heeft iedereen, en dat is een beetje de insteek van mijn verhaal, nou heeft iedereen eigenlijk sinds Boerhaave die biografie voor granted aangenomen en er eigenlijk helemaal geen kritische vragen bij gesteld. En je ziet dat dingen die Boerhaave ambigu formuleerde of evident fout had, dat die eindeloos herhaald zijn in de latere literatuur. Dat is een beetje als het fluisterspel. Ik fluister Tim iets in en dat komt dan aan de rechterkant van de zaal in een totaal verbasterde vorm uit. Zo is het ook met het ongelukkige geval met Swammerdam geweest. Het begint al met de naam. Swammerdam heeft zijn hele leven zichzelf consequent Johannes genoemd. Alles wat hij heeft ondertekend draagt de naam Johannes. Hij is gedoopt als Johannes. Hij is begraven onder de naam Johannes. Boerhaave dacht, nou weet je wat, op de een of andere manier, het is een Amsterdammer en Jan is een mooie Amsterdamse naam, dus we noemen hem Jan. Nou, sindsdien heeft iedereen klakkeloos Jan Swammerdam genoemd. En bij mijn weten ben ik de eerste die hem met een zekere mate van consequentie hem Johannes noemt. En ik zie dan iedere keer als ik een artikel over Swammerdam publiceer, dat de editors dan zeggen, nee, het is niet Johannes, het is Jan. Dus, nou, dat is een van de demonen waar de biograaf van Swammerdam mee te vechten heeft. Maar er zijn er meer. En daar ga ik u kort iets over vertellen. We weten dus niet hoe Swammerdam eruit zag. Als u googelt, krijgt u dit plaatje te zien. Dit is een 18e eeuws fake portret van Swammerdam, wat eindeloos in literatuur en op websites wordt herhaald. En een beetje kunstkenner die ziet vrijwel in één oogopslag waar dat vandaan komt. En jawel, daar hebben we hem. Swammerdam wordt hier in 18e eeuwse fantasie ontleend aan het schilderij van Rembrandt, de anatomische les van Nicolaas Tulp, wat 5 jaar voor Swammerdams geboorte geschilderd is. Een mooie invention of tradition. Die verwarring over hoe Swammerdam eruit zag heeft tot allerlei speculaties aanleiding gegeven. Bijvoorbeeld in 1937, toen het was 19e en de vroeg 20e eeuw, is het nationalisme, en waarin het dankbare nageslacht de grote voorvaderen herdacht. Van Leeuwenhoek heeft een standbeeld gekregen en de publicatie van al de brieven van Van Leeuwenhoek is voortgekomen uit de herdenking van zijn 300ste geboortejaar, 1632. In 1937 was Amsterdam, wilde haar grote zoon Swammerdam eren. En ja, er moest een standbeeld komen, men wist niet hoe Swammerdam eruit zag. Dus toen is dit
ding wat nog steeds in Artis te zien is. Een psychologisch portret werd dat genoemd door de maker. En de biograaf van Swammerdam, Schierbeek, wiens biografie uit 1946 van Swammerdam nog steeds de belangrijkste werk is waar mensen op teruggrijpen. Die was door lezing van de biografie van Boerhaave tot het idee gekomen van, nou, dat is een innerlijk verscheurde man. Die aan de ene kant, hij heeft een brief geschreven aan de beeldhouwer van dat hij zo prachtig Swammerdams psyche tot uitdrukking wist te brengen. Want hij was bezeten en gespleten. Nou, dat beeld is iets wat ik hoop te nuanceren in die biografie die ik over Swammerdam aan het schrijven ben. Die hopelijk volgend jaar uitkomt. Maar ik wil u eerst even meenemen naar de nog even kort van Leeuwenhoek, die anders als Swammerdam wel heel erg goed voor zijn PR zorgde. Bijvoorbeeld hebben we hem hier op dit schilderij, wat ook hier in het museum hangt. We hebben hem hier, plaat van Verkooljen, maar zelfs hier op een schoteltje wat in het Rijksmuseum ligt, waarin, nou ja, city branding Delft al in de 18e eeuw druk mee aan het werk was. Dus hier zie je ook heel erg hoe, laten we zeggen, beeldbepalend het kan zijn als je iets van iemand weet en ook weet hoe die eruit ziet. En Van Leeuwenhoek was zich daar zeer wel van bewust. En Swammerdam, er is geen portret van Swammerdam bekend en hij lijkt er ook normaal niet naar geweest te zijn om zich hier erg vreselijk druk om te maken. Goed, de biografie van Swammerdam, enige data. 1637 wordt hij geboren in Amsterdam. Dit is de kaart van Amsterdam waar u heel goed ziet hoe Amsterdam wordt neergezet als de metropool, de hub van de wereldeconomie met een enorme toevloed van allerlei exotica uit heel de wereld. En de vader van Swammerdam, die Swammerdam is geboren vlakbij de Montelbaanstoren, die u, oh wacht even, ik ga even te snel, die u hier ziet, dit is de Montelbaanstoren, vlak bij de havens van het IJ, vlak bij het pakhuis van de West-Indische Compagnie. En daar was het een komen en gaan van schepen met allerlei exotica uit Oost en West. En vader Swammerdam was een apotheker en die had een wat in die tijd heel erg en vogue was, een rariteitenverzameling. Een verzameling waar allerlei spullen, bekende, onbekende zaken uit Oost en West bezichtigd konden worden. En Swammerdam is opgegroeid dus boven de apotheek. Zijn vader was apotheker in die omgeving waar het constant rook naar allerlei kruiden en geneeskrachtige stenen en noem maar op. En dat heeft hem waarschijnlijk enorm getriggerd en enorm zijn fascinatie voor de wonderen der natuur meegegeven. We zien hier een bezoekersregister van, of een bezoekverslag van aan vader Swammerdam uit 1663... waarin onder andere een armadillo staat afgebeeld en een beestje met twee koppen en noem maar op. Het is voor ons begrip, en dit is heel cruciaal, dit plaatje is heel belangrijk, heel goed om in ons hoofd te houden van exotica en de natuurlijke wereld. Wat verstond men daaronder? En anders dan tegenwoordig, waar we ons heel erg bewust zijn van de waarde van elk levend schepsel, ook binnen het idee van biodiversiteit en ecologie, dat is eigenlijk tot ver in de 17e eeuw volkomen vreemd aan de mensen. Tot 1650 ging eigenlijk iedereen ervan uit dat de natuur hiërarchisch geordend was. Het allerhoogste schepsel, dat was natuurlijk God. U ziet hier heel mooi een ladder, wat er wordt vaak verwezen naar de Jacobsladder of in het Engels de Great Chain of Being. En de allerlaagste zijnsvormen, we zien hier de leeuw, we zien hier de bomen, de allerlaagste zijnsvorm waren insecten. En andere dieren waarvan men dacht dat ze uit spontane generatie voortkwamen. Nou, met andere woorden, insecten waren eigenlijk een totaal geminacht onderwerp. En dat was, iemand als Swammerdam was heel erg gefascineerd door insecten. Dat was eigenlijk, nou ja, it was being frowned upon, zeggen ze dan heel mooi in het Engels. Dat was niet eigenlijk een eervolle zaak om je mee bezig te houden. Maar Swammerdam vond dat heel fascinerend. En daarmee stond hij in een traditie die eigenlijk
begon halverwege de 16e eeuw, waarbij geleerden als Joris Hoefnagel en kunstenaars, ook als Joris Hoefnagel, je ziet die twee functies in één bij Hoefnagel, voor het eerst eigenlijk heel gedetailleerd insecten probeerden af te beelden. We zien hier wat mooie voorbeelden van. En het is heel belangrijk, houdt u dit plaatje ook even in het achterhoofd, gaat terugkomen, dat die attentie voor detail in tijd voor de uitvinding van de microscoop gaat. Dus de microscoop die wordt rond 1620, een soort bijproduct van de telescoop, wordt die ontwikkeld. Maar daarvoor hadden mensen al een oog voor het allerkleinste. Nou, Sommerdam die deelt die fascinatie met zijn ogen, met brillenglazen. Ook met microscopen bekeek hij al kleinere zaken. Dan gaat hij studeren in Leiden. Leidse Universiteit is in de 17e eeuw eigenlijk, met name wat betreft filosofie en natuuronderzoek, eigenlijk de belangrijkste plaats van Europa. Als je ambities had en je wou de nieuwste van het nieuwste leren, dan ging je naar Leiden. Waarom? Omdat daar de filosofie van deze meneer hier werd onderwezen, René Descartes, die een totale breuk betekende met dat klassieke beeld van die verschillende zijnsvormen. Volgens Descartes beantwoordde alles in de natuur aan dezelfde natuurwetten. Alles werd geregeerd door Gods onveranderlijke natuurwetten. Alles in de natuur bestond uit materie en er was geen, en het is heel belangrijk, er was geen onderscheid tussen zijnsvormen. Dus er waren geen hogere diersoorten en lagere diersoorten. Alle dieren beantwoordden aan hetzelfde anatomische grondpatroon en, heel belangrijk, aan dezelfde regels voor voortplanting. Met andere woorden, dat idee van die spontane generatie, dat dieren spontaan uit rottend vleesafval of rottend fruit konden ontstaan, dat past helemaal niet in het Cartesiaanse schema. En daaraan gelinkt het idee dat een lichaam eigenlijk een soort machine is. Het zit in elkaar als een uurwerk, als een klok en het gehoorzaamt aan dezelfde wetten van de mechanica als een uurwerk, als een laboratoriumopstelling, als een retort. Nou, je ziet dat heel mooi terug in het werk van Swammerdam, die exact in deze jaren in contact komt met deze meneer hier, Johannes Hudde, later bekend als burgemeester van Amsterdam, maar een briljant wiskundige, die dat hij heeft heel veel gedaan. Hij heeft de laatste jaren heeft hij vrij veel aandacht gehad, omdat er een onbekend boekje van hem is teruggevonden over het vervaardigen van de juiste lenzen. Ik liet u al even het plaatje van die microscoop zien. Dat was een dubbele microscoop met twee lenzen. Wat Hudde deed was van, wacht even jongens, dit kan eenvoudiger. We kunnen gewoon hier één enkelvoudig lensje neerzetten, waardoor er geen omkering plaatsvindt, geen onduidelijkheid plaatsvindt. En zo'n microscoop is heel eenvoudig te maken met gesmolten glasballetjes. En daarom is het ook zo mooi om in Museum Boerhaave te zijn. U denkt een museum dat stelt alleen dingen tentoon. Nee, hier achter de wanden, Tim is daar een voorbeeld van, maar een collega van Tim, Timo Kokuit, is daar een ander voorbeeld van. Die doen ook onderzoek. Dus Timo Kokuit is een van de grote experts op wereldniveau op het gebied van die microscopische lenzen. Die heeft die lenzen van Hudde geprobeerd na te maken met gesmolten glas. Nou, die konden inderdaad, precies zoals Hudde en Swammerdam beschreven, die konden 80 in een kwartier maken. Die bleken over krankzinnig goede optische kwaliteiten te beschikken. Dat is kennis die we pas eigenlijk heel kort hebben. Nou, dit is het ontwerp het is eigenlijk gewoon een gesmolten glasballetje. En u kent het zelf wel, als je door een waterdruppeltje, en er zit iets in, dat heeft ook al een vergrotend effect. Nou, dat is exact zoals Hudde dat aanpakte en exact zoals Swammerdam dat aanpakte. Dus met behulp van dit enkelvoudige microscoopje gaat Hudde een hele kring om hem heen, waaronder ook Swammerdam, gaan aan het werk. Exact in deze jaren komt er in 1665 een boek vanuit Engeland op de markt van Robert Hooke, amanuensis van de al genoemde Royal Society, die in 1665 een boek beschrijft met microscopische observaties, Micrographia, gemaakt met een dubbele, dus een microscoop met twee lenzen, dus niet zo'n enkelvoudig dingetje, waarin absoluut stunning afbeeldingen staan. Dat triggert heel erg de belangstelling voor
deze materie. Sammerdam is er dan al mee bezig, neemt zijn, doet zijn doctoraal examen met een project over ademhaling, waarbij honden eigenlijk worden beschouwd als machines en worden ondergedompeld in water om hun ademhaling te bestuderen. Maar hij neemt ook alvast een voorschot op wat komen gaat, namelijk zijn onderzoek naar onderkruipsels, de minst geachte schepselen. Niet alleen insecten, maar ook slakken. En dan, in 1669, dan komt die Historia Insectorum Generalis, wat in weerwil van de titel in het Nederlands geschreven is en waar hij voor het eerst eigenlijk probeert dat hele insectenrijk in kaart te brengen en onderlinge verbanden aan te leggen. Dit skip ik even omwille van de tijd. Wat belangrijk is aan het boek is dat hij die theorie van die spontane generatie expliciet verwerpt. Hij zegt, het is een zeer botte doling, een vervalsing van de natuurlijke wonderen gods. Want, zegt hij, alles in de natuur beantwoordt aan dezelfde natuurwetten. En zo vervolgt hij, want zo de generatie toevallig was, dan zou een mens ook uit spontane generatie kunnen ontstaan. Dat is natuurlijk volslagen onzin. Sterker nog, het is godslasterlijk. Wat hij in dat boek doet, is dat insectenrijk eigenlijk indelen en dwarsverbanden aanleggen. Tot die tijd was het heel normaal om bijvoorbeeld te denken, nou, een rups kruipt en een worm kruipt, dan ziet er ongeveer hetzelfde uit. Dus dat hoort bij elkaar. Wat Sammerdam doet, is, laat maar zeggen, geen horizontale, maar een verticale ordening aanbrengen en bewijzen hoe stapsgewijs bijvoorbeeld uit de ei van een luis, een neet, uiteindelijk die luis groeit. Hoe uit een rups niet de rups sterft, waaruit uit diens ingewanden de vlinder herrijst, maar dat in die rups eigenlijk al de essentie van een vlinder zit. En hij laat heel mooi, visueel heel mooi zien ook hoe eigenlijk er sprake is van een horizontale ordening en een verticale ordening in de natuur. En dat dus de groei van een luis stap, 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 stap. Dit is de dimensie in de tijd. Horizontaal eigenlijk volslagen parallel loopt met de groei van een kikker of de bloei van een bloem. Hij gaat ook in visuele dialoog met Robert Hooke. Bij Hooke zie je eigenlijk nauwelijks wat het is en waar het zich afspeelt. En wat Sammerdam doet, is een visuele truc. Die zegt van, kijk, dit is de larf van een mug. Dit is hem op ware grootte. En dit is hem 15 keer vergroot. Zodat je een beetje ideeën hebt van context. En de bottomline is, alles in de natuur gehoorzaamt aan dezelfde wetten. Insecten ontstaan niet door spontane generatie. De afbeeldingen die ik liet zien, die tonen stapsgewijze groei. Die onder te brengen is in vier klassen. En die vier klassen, en dat boek is een blauwdruk voor Sammerdams verdere onderzoek. En hier zien we nog een paar voorbeelden. We zien hier een voorbeeld uit de tweede klasse, de libellen, die dus inderdaad groeit uit een ei en dan een soort waterlarf wordt en dan uitgroeit tot een libelle. En de derde klasse waar hij de mier onderbrengt. Nou, in 1670 is dat boek gepubliceerd. Tim zal er zo meteen verder iets over vertellen. Het is even belangrijk om in het achterhoofd te houden dat dat boek tot stand komt met vergrotende apparatuur, maar niet met microscopische dissecties. Dus hij heeft nog niet echt heel nadrukkelijk insecten geopend. Maar hij is er al wel mee bezig en hij wordt enorm getriggerd doordat er eigenlijk gelijktijdig een boek door de Royal Society wordt gepubliceerd door Marcello Malpighi, die de zijdeworm microscopisch ontleent. Nou, Sammerdam zegt van, alles wat ik zie wil ik zelf controleren en dit kan ik ook. Dus die gaat dus zelf ook ontleden. En dat is het project waar hij van 1670 tot 1680 met een hele belangrijke onderbreking aan verder werkt. Hij blijft al die tijd wonen bij zijn vader, hij heeft geen betaalde betrekking. Dit in tegenstelling, ik introduceer geleidelijk al aan Van Leeuwenhoek. Ik heb nog 5 minuten, maar ik ga u er rustig doorheen loodsen allemaal. Van Leeuwenhoek heeft een vast inkomen, Sammerdam woont bij zijn vader. We moeten ons even bedenken dat wetenschapper is geen beroep in deze periode. Dus iemand die onderzoek wil doen, moet of over eigen vermogen beschikken, zoals Christian Huygens, of een betaalde nevenfunctie hebben, zoals Van Leeuwenhoek, die in dienst is van de stad Delft. Of ja, in het geval van Sammerdam, je ziet bij Sammerdam constant de struggle van hoe kom ik in godsnaam
voorzie ik in mijn levensonderhoud en hoe betaal ik mijn experimenten? Dat is een dilemma wat hij eigenlijk nooit heeft goed kunnen oplossen. Hij gaat verder met zijn anatomische ontledingen. Hij dissecteert bijvoorbeeld de eendagsvlieg. Hier weer die visuele strategie van het beest op ware grootte en het beest in zijn delen ontleed. Hij was een waanzinnig goed tekenaar en hij was er ook heel trots op, zoals u hier kunt zien. Delia Navid, auctor. De auteur heeft dit zelf getekend. Er valt veel meer over te zeggen. Tim gaat er nog even op in zometeen. Dus ik skip dit onderdeel even. En ondertussen is hij ook bezig met andere zaken. Die even, het is een beetje zijspoor in het verhaal, maar het is even belangrijk om te weten dat hij ook in 1667 denkt van alles gehoorzaamd aan dezelfde grondregelen. Hoe worden kindertjes geboren? Want bij implicatie Descartes zegt dat het lichaam een machine is. Waar komen babymachientjes dan vandaan? Hij ontdekt in 1667 samen met de hoogleraar Johannes van Hoorne voor het eerst de eicellen in het lichaam van een vrouw. Daar publiceert hij nog niet over. Hij heeft het veel te druk met zijn insectenonderzoek. Maar hij hoort in 1671, 1672 hoort hij geruchten dat een van zijn collega's, Reinier de Graaf, met die ontdekking naar buiten treedt, wil treden. Nou, de Graaf publiceert inderdaad het boek over waarin hij de vondst van vrouwelijke eicellen aankondigt. De Graaf claimt nergens dat hij die ontdekking zelf gedaan heeft. Maar een hele clevere strategie is dit natuurlijk. Kijk, hier hebben we de Graaf. Grote ijdeltuit, zoals u kunt zien. Hij claimt nergens dat hij die ontdekking gedaan heeft, maar voor de buitenwereld lijkt het duidelijk, dit is een ontdekking van de Graaf. Nou, Swammerdam die raakt daarover volledig over zijn toeren. Er breekt een enorme rel uit tussen Swammerdam en de Graaf. En de Graaf komt dan vrij snel te overlijden, maar niet nadat hij A, de Royal Society hiervan op de hoogte gesteld heeft, B, iets eigenlijk heel trickies doet. Namelijk dat hij, zoals u hier kunt zien, denkt van nou, de Graaf woont in Delft. Ik heb nog hier iemand in Delft wonen die toevallig nou net bezig is met die microscopen. Dat is het monopolie van Swammerdam op dat moment. Swammerdam is de enige die op dat moment met microscopen bezig is. En de Graaf zegt van nou, weet je wat, er woont hier een leuke, een gekkie hier in het in de stad. Maar die doet ook hele leuke dingen met microscopen. Dus die stuurt dus een observatie van de dan nog onbekende van Leeuwenhoek mee naar de Royal Society en die publiceren dat meteen. De Graaf overlijdt en de rest is geschiedenis. Bij de Royal Society vinden ze die vondsten van Leeuwenhoek zo interessant dat hij eigenlijk een constante doorstroom heeft naar die philosophical transactions. Swammerdam ondertussen die raakt in een diepe religieuze crisis. Daar valt heel veel meer over te zeggen. Omwille van de tijd zal ik daar even over skippen. Het is een krankzinnig interessant verhaal. Hij komt in de secte van Antoinette Bourignon in Sleeswijk-Holstein. En ook dit is iets waar iemand als Boerhaave eigenlijk weinig mee aankon. En wat heel erg bepaald is geweest voor het beeld wat wij van Swammerdam hebben. Nou, dat was een beetje een maloot met dat gevecht met de religie. Maar als je de zaak breder trekt, en dat heb ik gedaan, dan kun je die medische faculteit in Leiden, daar gebeurt wat, daar broeit wat. Dit zijn een aantal namen van medische studenten daar. De faculteit is klein, er zijn per jaar maar enkele tientallen studenten. En dit is een beetje de peer group van Swammerdam. En de rode maken een geloofscrisis door en dat worden atheïsten, volgelingen van Spinoza. De gele, waaronder Swammerdam, die raken in een religieuze crisis en die raken dan beïnvloed door allerlei mystieke ideeën. En de paarse, dat is niet helemaal goed gezien, maar neemt u maar aan dat Steno, Kerkring en Albert Burg, die worden katholiek. En daar zit iets natuurlijk. Het is geen toeval, dus als je die biografische verhaal breder trekt, dan zitten daar hele interessante dingen. Het bekendste voorbeeld is Steno. Hier in Leiden gestudeerd, wordt katholiek en Steno probeert Swammerdam tot het katholicisme te bekeren. Lukt niet. Swammerdam laat zich onder andere door Cosimo de Medici niet verlokken om naar het Hof van Toscane te komen. Gaat in de secte van Bourignon, keert in 1676 terug bij
zijn vader. En anders dan in de meeste biografieën wordt gesuggereerd, Boerhaave lijkt dat ook te suggereren, maar het klopt niet. Swammerdam is na 1676 geen malend wrak, maar zijn beste werk is van deze periode. Na 1676 heeft hij zijn zaken weer op een rijtje en als met een enorme drive gaat hij aan de gang met de uitbreiding van het manuscript van de Historia Generalis. Wat een soort matrix is waarin allerlei deelonderwerpen, deelonderzoeken gevat kunnen worden. Hij ontleedt de bij, hij bestudeert de baarmoeder van de bij en dit is het oog van de bij. Hij bestudeert allerlei torren. Die neemt nota hoe ongelooflijk goed de man kon tekenen als je dit vergelijkt met Boerhaave. En hij slaagt erin om eigenlijk dat boek af te krijgen. Dit is de luis is een belangrijk emblematisch dier voor Swammerdam. U liet u al eerder die afbeelding van de luis zien. Wat hij hier doet is die luis ontleden. Links ziet u het maag-darmkanaal van de luis en rechts het vrouwelijk genitaal stelsel van de luis. En ik heb me door ter zakenkundige laten verzekeren dat dit er inderdaad zo uitziet. Swammerdam is daar heel trots op en hij beschrijft dat in detail. En dit is een beroemd citaat wat ik u niet wil onthouden. Aan een vriend schrijft hij dan die ontleding van die luis. Ik presenteer u edele al hier den almachtige vinger gods in de anatomie van een luis, waarin gij wonderen op een gestapeld zult vinden. De linie van Apelles, dus de Griekse vrijnschilder, doen al de wereld admireren, maar al hier zult gij een gedeelte van een linie, de ganse structuur van al de kundigste dieren van het gehele univers tezamen, als in een kort begrip opgesloten vinden. Wat mensen, mijnheer, zijn capabel dit te begrijpen, maar wat kunstenaar kan daar buiten God ook wezen die dit enigszins zou kunnen navorsen en uitbeelden? Dat is een retorische vraag. De enige die dat kan is Swammerdam. Het is duidelijk iemand die hier staat met een missie. En ik heb, om mensen gek te krijgen, dat lukt, is aardig gelukt. Ik heb Swammerdam wel eens vergeleken met een profeet en Van Leeuwenhoek met een boekhouder. Profeten worden niet geëerd in eigen land. En, nou, we zijn dol op strenge ministers van financiën. Dat is een beetje de reden dat Van Leeuwenhoek, denk ik, is komen bovendrijven. En Swammerdam niet. Ik ga afronden. Swammerdam is bijna klaar met dat machtig werk. Ik begin nu zeer tot het einde van mijn arbeid te komen, daar ik zelf naar verlang. Pour être une fois débarrassé d'un travail si continuel et si long. Dat schrijft hij in november 1679. En twee maanden later, het boek is klaar, twee maanden later komt hij te overlijden. Het manuscript is af en blijft liggen. En dat is, laten we zeggen, het slotakkoord waar ik mee wou eindigen. Want ik zie Hans al wenken van, hallo, er zijn vragen. Ik ga nu afronden. Hij sterft dus in Amsterdam. Dat manuscript zwerft rond, wordt in 1730 gekocht en teruggevonden. Deze meneer die we hier zien, Herman Boerhaave, die denkt van dit is fantastisch. Dus die maakt er een prachtige editie van. Dit is het oorspronkelijke manuscript, wat helemaal een bijgewerkt exemplaar is dus van die Historia die daar ligt, met steeds meer nieuwe elementen eraan toegevoegd. Dus eigenlijk een soort Historia Generalis 2.0. En het ding verschijnt met die ontleding van die luis ook. En het ding verschijnt in 1737. Mensen kunnen ervoor intekenen. En hier is hij dus weer. Met onder andere die afbeelding van die luis, waarin wij de almachtige vinger gods kunnen zien. 1737, een aantal jaren terug liep ik hier in het nog niet verbouwde museum Boerhaave op zaal. En ik dacht van, houdt u dit plaatje even het hoofd? Wat is dat voor een leuke microscoop? En ik keek en het ding was gemaakt in 1740, 3 jaar na de verschijning van de Historia Insecta, of van de Biblia Natura, met daarop een luis. En wat we hier zien natuurlijk is de almachtige vinger gods in de anatomie van een luis, zoals bestudeerd door Swammerdam en later ook Boerhaave. En daarmee ben ik aan het einde van mijn verhaal. Ik dank u voor uw aandacht.
Nu wel? Ja, ik dacht dat ik hem al had. Goed. Dankjewel Erik voor je mooie verhaal. Ik heb gelijk vanuit de huiskamer een vraag op jouw laatste stukje. Waarom heeft die publicatie van Boerenhaven zo lang op zich laten wachten? Niet zozeer aan Boerenhaven natuurlijk, maar hoe komt het dat er zo'n enorme tijd zit tussen dat eigenlijk voltooide manuscript en de uiteindelijke publicatie? Foute vrienden is daarop het antwoord. Okay. Swammerdam had een goede vriend, Melchizedek Theveneau, Fransman, edelman, gemankeerd lid van de Royal Society. En dat was iemand die constant toezeggingen deed en eigenlijk niks nakwam. Swammerdam vertrouwde erop, dat stond ook in zijn testament, dat Theveneau dat boek zou uitgeven. Dat heeft Theveneau nooit gedaan. Ja. Dus dat manuscript heeft hij gekregen na eindeloze juridisch touwtrekken, toen naar Parijs laten brengen. En het heeft daar gewoon een halve eeuw liggen verstoffen. En op een gegeven moment heeft Boerhaven te horen gekregen, nou, het ligt hier. Die is met de erfgenamen van de erfgenamen van de erfgenamen, noem maar op, gaan praten. En die heeft het toen opgekocht en naar Leiden gebracht, uitgegeven. Het boek is in Leiden uitgegeven. Het oorspronkelijke manuscript, waar dit ook een foto van is, ligt hier in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Oké, ja, duidelijk dus antwoord. Ik hoop dat dat een helder antwoord op de vraag thuis is. Uit de zaal nog iemand een vraag? Ik kom even naar u toe. Dat kan ik zeker overtreffen. En Swammerdam had in het boek waar het nu over gaat ook geschreven dat Goethart meer ontdekt had dan alle geleerden in alle eeuwen voor Goethart. En het is gewoon een reactie op Goethart. Bijna op iedere bladzijde zie je ook iets wat Goethart verkeerd gedaan zou hebben. Dus hij had heel veel waardering, zogenaamd. Het was echt niet zo'n vriendelijke man, die Swammerdam. Nee, klopt. Maar ja, ik vind wel. Ik had, Ik had 20 minuten en in de biografie komt dit, daar heb ik 580 bladzijden, daar komt dit punt uitgebreid aan de orde. Ja. Iemand nog een vraag? Ja. Ik heb een hele simpele vraag. U liet wat beelden zien van de Royal Society, stukken van Swammerdam en uit die boeken. Sommige stukken waren in het Nederlands van Swammerdam, iets in het Latijn en dat van de Royal Society in het Engels. In welke taal communiceerde hij met de Royal Society? Leeuwenhoek in het Nederlands. En de secretaris van de Royal Society, dat was Henry Oldenburg. Henry Oldenburg moet ik eigenlijk zeggen, zo'n Duitser. En die las goed Nederlands. Dus je ziet van Leeuwenhoek zich klein maken. Ik kan helemaal niks en ik kan niet tekenen en ik spreek geen vreemde talen. Van Leeuwenhoek maakt zich ook expres klein. Hè? Die manoeuvreert zich heel erg in een underdog-positie. Ook weer in contrast met Swammerdam, die inderdaad in antwoord gedeeltelijk op u. Swammerdam is niet alleen de mystieke kluizenaar die daar in de biografie heeft gemaakt. Dat is een buitengewoon zelfbewust en bij vlagen zeer arrogant iemand. En die zei van, ik heb het gewoon helder, klaar. En die correspondeerde ook met de Royal Society in het Latijn. Swammerdam zelf schreef het liefst in het Nederlands. Ook om even Goedaard even goed weg te schoffelen. Maar hij beheerste uiteraard Latijn. Was een academicus. Dit in tegenstelling tot Van Leeuwenhoek. Ik heb daar ook weer een vraag op van thuis. Over Van Leeuwenhoek en Swammerdam. Kenden zij elkaar eigenlijk? Ja.
En ze haten elkaar. Oh, oké. Okay. Ja, is... Maar is, en hoe weet je dat dan? Omdat er zijn... De factual evidence is... Er zijn weinig feiten, maar ze spreken, zijn heel veelzeggend. Je ziet dat Van Leeuwenhoek in brieven naar de Royal Society... zegt van, Swammerdam was hier met zijn vriendjes... en die denkt dat hij het altijd beter weet... en hij heeft dingen van mij gestolen. Nou, het is volkomen onduidelijk wat Swammerdam gestolen zou moeten hebben. En omgekeerd noteert Swammerdam van... over Van Leeuwenhoek, van ik heb Van Leeuwenhoek bezocht... en men kan met hem niet praten als hij zeer barbarisch resoneert. Dus hij kan dus niet helder nadenken. Zijnde ongestudeerd. Dus bam, daar wordt Van Leeuwenhoek afgeserveerd. En feit is wel, en dat is een van de dingen die ik dus wel heel erg... Dit is een beetje de take-home message. Swammerdam weet waar hij naar op zoek is. Iemand met een plan. Dat is iemand die... loeischerp filosofische ideeën heeft, die heel erg beïnvloed zijn, Tim zal er misschien ook iets over zeggen, door Descartes en ik vermoed ook Spinoza. Van Leeuwenhoek heeft, om het heel cru te zeggen, die heeft eigenlijk geen idee. Dus iemand die helemaal open staat en alles wat er voorbij komt, dat bekijkt hij. En als je zijn brieven ook kijkt, die gaan van de hak op de tak. Gewoon random. Het is random, met heel veel goede vondsten, maar het is aan anderen later om daar chocola van te maken. Als ik nog 1,30 seconden daarover iets mag zeggen. Je ziet dus, Van Leeuwenhoek wordt dus gepresenteerd als... dat is de eerste die dit heeft ontdekt. Dat is de eerste die dat heeft ontdekt. Van Leeuwenhoek had vaak geen idee wat hij zag. Die beschrijft dat. En het is pas in de 19e en 20e eeuw dat mensen zeggen... ja, maar Van Leeuwenhoek, die heeft als eerste dat en dat pantoffeldiertje ontdekt. Of die heeft, op basis van die beschrijving... kunnen we dit identificeren als dat en dat wezentje. Dus dat is een beetje de... Oké, okay. Nou, dankjewel Erik. Misschien dat Tim hier bij aan kan haken. En dank nogmaals voor je lezing. Zetten. Zo gaat dat tegenwoordig. Ja, goedemiddag dames en heren. Mijn naam is Tim Huisman, ik ben een van de conservatoren van Museum Boerhaven en... ik wil u wat korter dan Erik Jorink, maar iets vertellen over waar het u om gaat. Hè? Deze nieuwe aanwinst, de bloedeloze diercus van Johannes Swammerdam. Hier heeft u, dat hadden we al een paar keer gezien, maar hier heeft u de voorpagina, de titelpagina ervan. Hoe is het dit boekje in ons bezit gekomen? Hè? We hebben het begin dit jaar benaderd. Door meneer Wagenaar, die hier in de zaal zit, met de vraag of wij misschien interesse hadden in dit boekje. Algemene Verhandeling der Bloedeloze Dierkens door Johannes Swammerdam uit 1669. Het boekje was jarenlang in privébezit geweest van de familie. Maar, zo vond meneer Wagenaar, misschien was het in een openbare collectie toch meer op zijn plaats dan in de boekenkast. En of je het dus aan het museum kon schenken. Ja, daar hebben we natuurlijk niet lang over na moeten denken. Ik heb net gehoord hoe bijzonder dit boekje is, dus natuurlijk graag. Wanneer kunnen we langskomen om het op te halen? Maar het werd nog beter, het was toch kerstvakantie, dus meneer Wagenaar wilde het zelf wel komen brengen, kon hij meteen het museum bekijken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Natuurlijk heb ik hem en zijn partner rondgeleid door het museum. Beiden zijn medici en ze waren dus zeer geïnteresseerd en onder de indruk van onze vaste opstelling. En bovendien kon ik ze laten zien hoe belangrijk de schrijver van dit boekje, Johannes Swammerdam, is in de geschiedenis van de wetenschap. Nou ja, daar heeft u ook net
in geur en kleur over verteld, maar het is ook te zien in onze vaste opstelling. In zaal 2 van dit museum, gewijd aan de Gouden Eeuw, zie je Swammerdam zelfs 2 keer. 1 keer met dit korte studie over de vrouwelijke seksuele organen. En nog een keer met dit boek over de eendagsvlieg, wat past in de context van de zich net ontwikkelende microscopie. Meneer Wagenaar en zijn partner zijn na hun museumbezoek naar huis gegaan, hopelijk tevreden, en hebben gelukkig het boekje achtergelaten. Maar wat is er nou zo bijzonder aan? In de eerste plaats, het is zeldzaam. Er zijn 2 edities van bekend, deze uit 1669 en een latere uit 1685. Maar deze eerste druk is veruit het zeldzaamste. Maar er zit natuurlijk meer in dan de verzamelaarsreflex van hoe zeldzamer, hoe beter. Wat die eerste druk zo aantrekkelijk maakt, is hij is in het Nederlands. Niet in het Latijn, dat veel gebruikelijker is voor wetenschappelijke boeken uit de 17e eeuw. En met enige moeite, het 17e eeuwse Nederlands is niet helemaal hetzelfde als het moderne Nederlands, maar met enige moeite stelt je in staat om als het ware uit de eerste hand het baanbrekende onderzoek van een 17e eeuwse wetenschapper te volgen. Met al zijn praktische, theoretische en filosofische complicaties. En ook, en dan komt dan wel weer die verzamelaarsreflex natuurlijk op de proppen. We hebben nu met dit boekje alle publicaties van Swammerdam in huis. Dit is een eersteling over de ademhaling. Dat zou je tegenwoordig een proefschrift noemen, denk ik. In de 17e eeuw bestond die gewoonte nog niet. Maar het is in principe de publicatie die hoort bij het onderzoek naar de ademhaling. Waarop hij gepromoveerd is. Het pamflet over de vrouwelijke voortplantingsorganen. Wat hij samen heeft geschreven met de hoogleraar die hem ook in zijn promotie begeleidde, Johannes van Horne. Overigens, als u kijkt naar het etiket, zeg maar de cartouche, daar staat een soort opdracht op en die is gewijd aan tulp. Dat is diezelfde tulp van de anatomische les van Rembrandt, die later ook een belangrijke figuur, burgemeester, regent is geworden in Amsterdam. En het is altijd, was altijd wel handig om je publicaties op te dragen aan een belangrijk persoon. En dit hebben we ook, de studie van Johannes Swammerdam over de eendagsvlieg. En dan natuurlijk het postuum verschenen Bijbel der Nature. Waar u ook al zo heeft gehoord en waar dus Boerhaave die belangrijke rol in heeft gespeeld. Als een soort bezorger van het postume werk van Swammerdam. En nu dus ook dit, Historia Generale. Historia Insectorum Generalis. Wat is er verder bijzonder aan dit boekje? Nou, ik denk vooral de plaatjes. Het is een wat lelijk geel uitgevallen foto, maar je kunt ze in het echt zien. Ze zien een stuk beter uit in het origineel. Die plaatjes van Swammerdam die zijn dus ontzettend mooi en zeer gedetailleerd. Technisch perfect uitgevoerd en met een oog voor schoonheid naast wetenschappelijke informatie. En dat het zo is, is niet vanzelfsprekend. De bloedeloze dierkens, uit het boektitel, daarmee bedoelde Swammerdam insecten. En in zijn boek wilde hij dus alle ontwikkelingsstadia van verschillende insecten tonen. Van eitje tot volwassen exemplaar, tot imago. Dat bracht heel wat gepriegel en getuur door naar kleine beestjes met zich mee. Dat deed hij met het blote oog, maar hij deed het ook met allerlei hulpmiddelen. Onder andere een microscoop, maar ook denk ik zwakkere lenzen dan echt een microscooplenzen. Daar vertelt hij ook over in dit boek. Dus echt het harde bloed, zweet en tranen van wetenschappelijk onderzoek naar zoiets priegeligs als een luis of zelfs een neet, nog kleiner natuurlijk. Daar vertelt hij ook vrij indringend over. Dus je krijgt ook een inzicht in de praktijk van zo'n 17e eeuwse natuuronderzoeker. En vervolgens slaagt hij er ook in om al die details die hij onder de microscoop ziet ook heel goed weer te geven aan ons, de lezers van het boek. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Wat natuurlijk enorm hielp,
is dat Swammerdam niet alleen een ontzettend goede observator was, maar ook een uitstekend tekenaar. Die dus heel goed kon afbeelden, kon vormgeven in twee dimensies wat hij zag. En daarin, nou ja, het thema is een beetje, geloof ik, deze middag van Leeuwenhoek bashing. Maar daarin, ja, was Swammerdam gewoon beter dan Antonie van Leeuwenhoek. Van Leeuwenhoek was ook een uitstekende observator, maar een veel minder goede tekenaar. En van Leeuwenhoek, ja, die maakte, zoals u hier ziet, meer schematische schetsen van wat hij zag. En dat werd daarna, had hij dus een kunstenaar, een tekenaar en een graveur nodig om dat wat hij zag, ja, eigenlijk over te brengen, duidelijk te maken aan die kunstenaar, die dat vervolgens ging tekenen. En dan vervolgens ook nog een keer moest het in het koper van een etsplaat worden gebracht. Dus veel meer ruis op de lijn. Veel meer ruis tussen de observatie en uiteindelijk illustratie. Swammerdam kon het ook niet helemaal alleen. Moest ook een kunstenaar inhuren om zijn observaties in koper te brengen, zeg maar. Naar een etsplaat, zodat het kon afgedrukt worden. Maar eigenlijk wat die graficus moest doen, was zo natuurgetrouw mogelijk overbrengen wat Swammerdam had getekend. Hè? Wat Swammerdam had getekend van wat hij onder zijn microscooplens of in zijn vergrootglas zag. Daarmee zit er dus maar één etappe tussen de tekening en de uiteindelijke plaat, de uiteindelijke print. En dat kun je goed controleren, want er is heel wat originele tekeningen van Swammerdam zijn bewaard gebleven. Onder andere hier in Leiden, in de universiteitsbibliotheek, is dus dat manuscript, waar Erik Jork het ook over had, wat door Boerhaven hier weer naartoe is gehaald, het manuscript van de Bijbel der Naturen, dat is bewaard gebleven. Dat kun je gewoon in bijzondere collecties van de universiteitsbibliotheek, kun je het opvragen en met handschoentjes aan mag je dat bekijken. En dan kun je dus zien wat een ontzettend goede tekenaar Swammerdam was. Dit, hè, de mug die al een paar keer voorbij is gekomen in deze middag, die vinden we ook terug in dat manuscript. De grootste deel van deze plaat is een afdruk. Is namelijk de print die gemaakt is voor het Bloedeloze Dierkensboek. Maar voor Bijbel der Naturen heeft Swammerdam de plaat hernomen. Hij heeft hier opgeplakt een paar verbeteringen. De vleugel van de mug vond hij toch niet goed weergegeven. En heeft dus met dat opgeplakte papiertje aan de rechterkant, heeft hij dus detaillering preciezer gemaakt. En ook de kop van de mug heeft hij verbeteringen ingeplakt, die dus wel met eigenhandige tekening zijn. Dit is nog een mooiere. Dit is het boek eigenlijk wat na de Bloedeloze Dierkens komt. Hè. Het boek over de eendagsvlieg. Dit is de anatomie van de eendagsvlieg. Moet je ook bedenken. Probeer maar eens zo'n beestje. Nou, is dit wel geloof ik de grootste vorm van de eendagsvlieg die er bestaat. Hij is zo'n 12 centimeter groot, dit beest. Maar toch, probeer het maar open te knippen en dusdanig te anatomiseren als wat hier is gebeurd. Dit is de print uit het boek. En die kunt u trouwens ook straks bekijken op zaal, of later als u hier in het museum rondloopt. Dit is de tekening van Swammerdam. Wat mij betreft spectaculair en virtuoos stukje tekenwerk. En als je dan hier nog even de uiteindelijke print naast zet, in spiegelbeeld natuurlijk, want het is een afdruk, dan ziet u wat die graveur, meneer Bosboom, heeft moeten doen, was niets anders dan zo natuurgetrouw mogelijk Swammerdams tekening reproduceren in de etsplaat. Goed, tot zover eigenlijk de aspecten waarom dit boekje zo voor ons zo ontzettend interessant is. Museum Boerhaven kent u waarschijnlijk als het Museum van de Geschiedenis van de Wetenschap. En staat misschien niet primair bekend als het museum van het boek. Of als een museum van het boek.
Daarom is het denk ik wel goed om hier even een paar woorden te wijden aan een collectiedeel van het museum dat niet zo heel vaak in de spotlight staat, maar dat het eigenlijk wel verdient. Al was het maar omdat het al deel uitmaakt van ons museum sinds het is ontstaan in 1928. Ik heb het dus over onze bibliotheek. Onze boekencollectie is van meet af aan bedoeld als een openbare collectie. Het bevat secundaire literatuur en tijdschriften over de geschiedenis van de wetenschap. Niet alleen bedoeld als een handbibliotheek voor ons, voor de conservatoren of restauratoren die hier in Museum Boerhaave werken, maar voor iedereen. Iedereen die meer wil weten over de onderwerpen die wij hier in het museum publiceren, bestuderen, presenteren in tentoonstellingen en ook bewaren voor het nageslacht. En niet voor niets is daarom ook onze boekencollectie online raadpleegbaar. We maken onderdeel uit van de grotere online catalogus van Leids UB, waardoor dus iedereen toegang heeft tot de boeken die wij bewaren. Maar behalve boeken over de geschiedenis van de wetenschap, vindt u in onze bibliotheek ook veel prachtige werken die zelf geschiedenis zijn van de wetenschap. Een aantal daarvan kunt u bewonderen in onze museumpresentatie, zoals waar je nu al een tijdje naar kijkt, de anatomische atlas de humani corpus fabrica van Andreas Vesalius. Of, om even in het insectensfeer te blijven, het prachtige boek over de Surinaamse insecten met prachtige ingekleurde platen van Maria Sibylle Miriam. Andere bijzondere boeken die zie je niet in onze vaste opstelling. Die behoren dan tot de verborgen collectie, de verborgen schatten misschien van het museum. Waar het niet dat ze eerlijk gezegd best goed ontsloten zijn. Dus zo verborgen zijn ze nog niet. Een paar voorbeelden. Dit, een 17e eeuws anatomiewerk. Of dit, een 16e eeuws dierenboek van Ulysses Aldrovandi, een Italiaanse natuurhistoricus. En het staat vol met dit soort prachtige houtsneden, enigszins soms een beetje aandoenlijk in een primitieve sfeer. Hardline natuurkunde uit hardcore natuurkunde uit de 18e eeuw. Dit is de bedrijfscatalogus van de 18e eeuwse instrumentmaker Jan van Mussenbroek. Dit is een stoompomp. In totaal bevat onze bibliotheek zo'n 20.000 boeken. En bovendien beheren we ook nog archieven van wetenschappers, zowel vanaf de 17e eeuw tot heel recent nog. En we hebben een uitgebreide collectie van prenten, tekeningen, foto's en schilderijen. En dat is allemaal raadpleegbaar voor het publiek. Kortom, ik wil maar zeggen, Johannes Swammerdams Verhandeling der bloedloze dierkens, of Historia Insectorum Generalis, is niet alleen belangrijk en een mooi boek. Het is een boek dat hier op een totaal vanzelfsprekende manier past. Zowel in onze bibliotheek, om in te zien, als in onze museumpresentatie in de wetenschappelijke context van zijn tijd. Maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Het is zo goed als onmogelijk dat een boekje wat meer dan 3,5 eeuw oud uit privébezit, dat ongeschonden tot ons komt. En dat is dus ook hier niet het geval. De leren band, zo te zien, een echt origineel 17e eeuws bandje, die is niet in optimale staat. Leer is verdroogd en daarom ook gescheurd. Zoals u hier ziet, de rug, er zit een grote scheur in. En ook de hoeken, daar is het leer afgesleten eigenlijk. Ook de rug, of de binnenkant, het bindwerk, daar zit een scheur in. Helemaal begrijpelijk, een boek is meer dan 3 eeuwen oud. En natuurlijk, die mooie platen, die mooie prenten van het boek, dat zijn allemaal uitklapprenten. En die zijn natuurlijk, dit heet mechanische schade. Als 3 eeuwen lang, of meer dan 3 eeuwen lang, mensen die platen uitklappen, op een gegeven moment komen we de scheur in. Hier. En ook, zoals u hier ziet, verkleuring. Dat treedt onherroepelijk op in een boek van die leeftijd. We willen het boek tentoonstellen, dus er moet toch wel iets aan gebeuren voor we er onze verdere plannen mee kunnen uitvoeren. Ik ben ook eigenlijk heel tevreden om dit praatje te kunnen afsluiten met de mededeling, of u mee te delen, dat we de stichting Boek en Wurm bereid hebben gevonden om ons te helpen
met de restauratie van onze bloedloze dierkens. Stichting Boek en Worm, we hebben al vaker met ze samengewerkt, is een particulier fonds dat zich helemaal heeft gewijd, helemaal inspant, om ons papieren culturele erfgoed te behouden en te restaureren. En de subsidie is inderdaad ons toegezegd. En in november, dus volgende maand al, gaan we de restauratie beginnen. En als alles volgens planning loopt, wat je in deze coronatijden nooit helemaal zeker kunt zeggen, dan zijn wij in januari met een, nou, ik zal niet zeggen als nieuw, maar in ieder geval met een prachtig, nog mooier exemplaar van dit bloedeloze dierkens in onze collectie. En dat gaan wij, daar gaan wij mooie dingen mee doen. Ik dank u voor uw aandacht. Moet ik dat doen? Dankjewel Tim voor het leuke verhaal. Zijn er nog vragen? Ja, hier zie ik een vraag. Pardon, even wachten tot ik met de microfoon. De titelpagina gezien te hebben dat er stond eerste deel. Betekent dat dat ook nog een tweede deel is? Nee, zover is hij niet gekomen. Ja. Nee. Mag ik daar wat over zeggen? Ja. Ja. De, mijn theorie is, het is meer mensen opgevallen, dank voor uw scherpe opmerking. Mijn theorie is dat wat uiteindelijk de Bijbel der Natuur is geworden, dat het geïntendeerde tweede deel was. Dus dat hij, toen hij dat boek schreef, vandaar dat het boek ook zo belangrijk is, het is echt een beginselverklaring. En het plan was om dat uit te breiden tot wat later Bijbel der Natuur is geworden. Is mijn guess. Ik had nog een vraag uit de huiskamer. Mm-hmm. Jij vertelde iets over dat hij zo mooi kon tekenen, hè, en dat dat echt vele malen beter was dan Leeuwenhoek, om er nog maar eens even de nadruk op te leggen. Een vraag uit de huiskamer was, weten we ook of hij tekenlessen heeft gevolgd daarvoor? Ja, dat is weer een vraag, denk ik, die de biograaf eerder zou kunnen beantwoorden. Niet, maar we hebben het er trouwens ook over gehad. Ja, dat moet wel. Talent alleen is niet genoeg. Je moet het ook ontwikkelen. Het moet ook je aangeleerd zijn. En ik denk, het heeft zeker bij zijn opleiding gehoord, wat ook weer niet vanzelfsprekend is, dat een niet-edelman, zeg maar, tekenles als deel van zijn cv heeft. Maar ik denk dat het in dit geval wel gebeurd is, ja. 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 Wat mij opvalt, dat is duidelijk in deze dier te zien, het is gespiegeld. Ja. Hij heeft een waarneming in potlood of iets dergelijks. Het is vrij bijzonder volgens mij dat een graveur dat niet in spiegelbeeld heeft gemaakt. Het is toch in spiegelbeeld? Ja, dit zit toch daar aan de rechterkant? Ja. Het is toch spiegelbeeld? Ja, maar dat is de afdruk. Ja, dat is de afdruk. Nee, en normaliter heeft toch een graveur op zijn koper, daar tekent hij hem in spiegelbeeld en dan zodat. Maar dat hoeft dus niet. Hier is dus, voor zover ik kan zien, is de print overgenomen op de etsplaat met een stift in de etsgrond, zeg maar, ingekrast, zoals je hem ziet. En niet met behulp van een spiegel. Ik denk dat wat gebeurd is, maar daar zou ik nog eens goed naar moeten kijken. Er waren natuurlijk verschillende trucs, methoden om dat te doen. Wat je kon doen is de hoofdlijnen van de tekening, origineel, doordrukken op de etsgrond. En dan krijg je gewoon één op één. Nee, dat is niet spiegelbeeldig. Maar wat je ook kon doen is de boel via een spiegel overtekenen. Maar dat is een stuk ingewikkelder. Dat je het in spiegelbeeld afdrukt. Ja, zeker. Ja. Ja, dat zeg ik. Ja. Ja. Oké, okay, ik denk dat we de discussie straks even door moeten zetten bij de borrel. Prima. En gezien de tijd wil ik het afronden. Voor de mensen hier, die hebben geluk, want die krijgen van ons een borrel aangeboden. Dus ik wijs u daarvoor
naar de ingang. De mensen thuis bedank ik hartelijk voor hun aandacht. Die moeten hun eigen kast openmaken om een borreltje in te schenken. Rest mij te bedanken de sprekers Erik Jorink, Tim Huisman. En natuurlijk de schenkers, de familie Wagenaar. En zoals Tim al zei, het boek wordt gerestaureerd. Dus ik bedank ook Boek om Wurm, zodat we het in prachtige conditie straks kunnen tonen. Dank u allemaal voor uw aandacht.